Dus aan de ene kant gaat Parkinson statistisch op groepsniveau vaker samen met hart- en vaatziekten. Maar dat is niet één op één. Dus het is niet zo dat iedereen met Parkinson hart- en vaatziekten ontwikkelt. Je moet dat niet omdraaien. En mensen hebben natuurlijk zelf dat voor een deel in de hand. Blijf vooral veel sporten en bewegen. Alles wat verstandig is, sowieso hè, om een hartinfarct te voorkomen. Dus gezond eten, niet roken, veel bewegen. Goed je bloeddruk laten controleren. Je cholesterol in de gaten houden. Mm -hmm. En dus dat vitamine B12 controleren. Mm -hmm. Wat kan veranderen door levendopa gebruik. Is allemaal ongelooflijk belangrijk. Ja. Ik zeg steeds vaker, Parkinson is net als topsport. Mm -hmm. Een topsporter kan alleen presteren op de wereldkampioenschap als alles klopt. Ja. Je slaap, je stress, nou ja, ga zo maar door. Ja. Ja. Dus als je Parkinson hebt, moet je er ook alles aan doen om die bijkomende hart- en vaatziekten mm -hmm. te voorkomen. En dat heb je voor een groot deel zelf in de hand.